Sinds woensdag 16 augustus is de Ruwaard van Puttenweg in Spijkenisse weer in beide richtingen geopend voor het verkeer. Vanaf maart ging de weg dicht voor werkzaamheden die in verschillende fases werden uitgevoerd. Hierbij werd onder andere nieuw asfalt aangebracht, maar ook werd de bestaande asfaltfundering verwijderd en werd nieuwe bestrating neergelegd. De werkzaamheden werden later dan verwacht afgerond doordat de verkeerslichtinstallatie op de kruising van de Centrumlaan en de Ruwaard van Puttenweg nog niet goed werkte. Deze werkzaamheden zijn op dinsdag 15 augustus afgerond, waardoor al het verkeer sinds 16 augustus weer in beide richtingen gebruik kan maken van de weg.